Hoera Kindercentra en VV Balo gaan een samenwerking aan. Vanaf oktober wordt op het complex van de voetbalclub buitenschoolse opvang aangeboden. Nou, wij hebben ons de afgelopen periode georiënteerd van hoe kunnen wij een aantrekkelijk aanbod maken voor kinderen. Hoera, hier in Balo hebben, niet alleen hier in Balo, maar in al onze Hoera-vestigingen zitten BSO op de meeste gevallen in een basisschool. Dat vinden we ook heel belangrijk, omdat wij de samenwerking met de scholen heel belangrijk vinden. Dat blijft ook zo, ook hier in Balo. Alleen we hebben wel gekeken hoe kunnen wij het aanbod voor kinderen aantrekkelijk maken. En daarbij hebben we vooral gekeken naar buitenactiviteiten en sportactiviteiten. Je kan je voorstellen dat je op een basisschool kan je heel veel doen. Dat doen we ook. Alleen je bent daar iets beperkter in je buitenruimte. Vanuit het initiatief hier in Balo, de Baallobby genaamd, waarin we als verenigingen, niet alleen sportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld de fanfare onderwijsinstellingen, maar ook de gemeente, met elkaar in gesprek zijn gegaan over samenwerking binnen de kern, binnen de dorpskern. Daar zijn de eerste contacten gelegd en vanuit die contacten zijn wij dit jaar intensief verder gaan praten en is de samenwerking eigenlijk nu concreet vormgegeven in de vorm dat we eigenlijk medio oktober met elkaar gaan starten. We zitten hier op een prachtige locatie. Sport ligt hier natuurlijk heel erg voor de hand. Dat gaan we ook zeker doen, maar je mag dat ook in de hele brede zin van het woord zien. Sport, mindfulness, outdoor activiteiten, hutten bouwen, fikkie stoken, als dat hier van de voetbalclub oké is. Maar in ieder geval een heel breed aanbod aan activiteiten. En ik denk dat we daarmee een hele mooie nieuwe uitdaging voor kinderen hebben. Eigenlijk vallen een aantal puzzelstukjes voor ons samen. We hebben een aantal ruimtes hier in de kantine. Een aantal ruimtes die zijn ook wat ouderwets, mag je wel zeggen. We hadden het idee om die ruimtes te gaan vernieuwen. En nou goed, uiteindelijk met deze samenwerking brengt dat wel nieuwe mogelijkheden. Om onze ruimtes wellicht een andere invulling aan te gaan geven. Maar wellicht ook om andere investeringen te gaan doen in de kantine. Om bijvoorbeeld mogelijk iets uit te gaan bereiden. Wie zal het zeggen? Die gesprekken gaan we de komende tijd natuurlijk met elkaar voeren. De opvang bij de scholen in Balo blijft voorlopig. Al wordt er wel onderzocht of de activiteiten bij VV Balo in de toekomst vast kunnen worden ondergebracht. We gaan hier starten, maar wel met het idee om samen te gaan onderzoeken hoe kunnen we hier op redelijke termijn overgaan tot een permanente locatie. Want dat betekent dat we hier samen met het bestuur van de voetbalclub ook moeten gaan kijken wat betekent dat wellicht nog voor gebouwelijke aanpassingen. Maar die bereidwilligheid is er zeker vanuit de voetbalclub zeer zeker aanwezig. Het sportpark heeft natuurlijk een hele tijd leeg gestaan. Was hier ijzig koud om het zo maar te zeggen. Het was wel jammer om te zien, maar in die periode zie je ook dat ook al nieuwe initiatieven ontstaan. Dus we zijn door diverse verenigingen benaderd om zeker verenigingen die wat in een wat kleinere ruimte moeten werken om met elkaar te gaan samenwerken. Om een voorbeeld te noemen zijn we benaderd door Dansgroep Expression die hun danslessen eigenlijk hier met de dames op ons sportpark hebben gedaan. En dat is natuurlijk super gaaf dat die verbindingen met elkaar ontstaan. En dit is daar eigenlijk weer een vervolgstap op om met elkaar te gaan samenwerken. In Balo. Het vervoer naar de voetbalclub wordt door Maasdal vervoer georganiseerd. Dat betekent dus dat onze pedagogische medewerkers halen de kinderen op de basisschool, zoals ze dat nu ook doen. En gaan dan vanuit de locatie van de BSO met een grote groep kinderen in een grote bus hier naartoe. In oktober starten de activiteiten en kan er dus gescoord worden in het doel van de voetbalclub.